Ik heb gehoord dat er allerlei nieuwe domeinnaamextensies op de markt komen, zoals .guru, .shop en .blog. En nou zag ik dat je bij Argeweb een domeinnaam met zo'n nieuwe extensie kan reserveren via voorregistratie.nl. Maar waarom komen deze nieuwe extensies eigenlijk op de markt en wanneer komen ze uit? Nou, om daarachter te komen heb ik vandaag een afspraak met Elmer van Argeweb. Elmer, waarom komen er eigenlijk zoveel nieuwe domeinnaam-extensies uit? Deze domeinnaam-extensies komen op de markt omdat het steeds lastiger is om een goede domeinnaam te registreren. Bijvoorbeeld de .nl of .com. En ja, deze nieuwe extensies maken het gewoon mogelijk om een goede domeinnaam te krijgen. Ja, dus nieuwe mogelijkheden en dan dus ook nieuwe kansen. Ja, klopt inderdaad. En op voorregistratie.nl kan ik een domeinnaam reserveren. Is daar haast bij geboden? Ja, bij ons is de regel wel wie het eerst komt, wie het meeste kans maakt. Dus als jij een domeinnaam registreert, kom je op nummer 1 te staan en anders op een wachtlijst. Maar deze wachtlijst wil niet zeggen dat je geen kans meer maakt op een domeinnaam. Ja, maar het is wel verstandig om het zo snel mogelijk te reserveren. Inderdaad. Maar kan ik dan zomaar alles registreren? Dus ook bijvoorbeeld Nike.shop? Eigenlijk niet. Je kan het proberen, maar Nike is een merknaam. En merknaamhouders krijgen voorrang op een domeinnaam. Oké, maar er zijn nog genoeg over, neem ik aan. Inderdaad, genoeg mogelijkheden, vandaar alle nieuwe extensies. En dat zijn er meer dan honderden. En zijn er kosten verbonden aan de voorregistratie? Aan de voorregistratie zijn geen enkele kosten verbonden. Het is gratis en vrijblijvend. Mocht je de domeinnaam uiteindelijk definitief registreren, dan zijn er natuurlijk wel kosten aan verbonden. Oké, en wanneer komen die nieuwe extensies op de markt? De domeinnamen komen gefaseerd uit op de markt. En de eerste domeinnamen zijn reeds al te bestellen op argeweb.nl. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. En wil je meer weten over de verschillende fases? Bekijk dan het volgende filmpje en je komt er alles over te weten.